We zijn op het bedrijventerrein in Maden. En vandaag gaan we op bezoek bij Judith Vermeulen. Zij is directeur van Opera Groep. Ze zitten in de elektrotechnische besturingssystemen, maakindustrie. De wat? Nou ja, als je bijvoorbeeld bij het ziekenhuis door de draaideur gaat, dan kun je iets van hun tegenkomen. Of in schepen, of in treinen. Ook daar worden besturingssystemen gemaakt door Opera Groep. En dat ze er goed in is, dat blijkt, want ze staat in de top 100 van de quote The Next Women. En ze hebben ook een mooie prijs opgehaald van Brabants Beste. Ga je mee? En Vekon is een bedrijf wat onder de Opera Groep valt. En daar gaan we vandaag kijken. Hey, daar ben je al. Hoi, hey, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Welkom bij mijn bedrijf. Ja, ik ben heel benieuwd. Een vrouw in de techniek. Er zijn er niet zoveel, hè? Nee, er zijn er niet zoveel. Nee, dat hoor ik al 25 jaar. Dus het is leuk. Zullen we even binnenkijken? Graag. Is het hier altijd zo opgeruimd? Of, Ja, het is hier altijd zo opgeruimd. Het is heel schoon werk. Het is in een prettige omgeving. En dit is ons stokpaardje. Ik heb hier 5S en een bepaalde methodiek om te zorgen dat alles altijd netjes schoon blijft. Schikken, schoonmaken, standaardiseren en stimuleren. Mag ik deze uitprinten thuis ook ophangen? Zeker, ja. Daar hebben we ook trainingen voor gedaan en verbetertrajecten doorlopen. Maar dat wordt wel, het is voor iedereen prettig als je je spullen kunt vinden. En, ja, vind ik heel belangrijk. Hoeveel mensen werken hier? Op dit moment hier 17 mensen. Oké. Ja, in totaal in de Opera Groep iets meer. Ja. En wat wordt hier nou precies gemaakt? Het is allemaal besturingstechniek. Dat bestuurt dus iets. En dat kan van alles zijn. Hè. Iedereen kent die grote windmolens. Ja. En daar zitten lampen op. En er is een wetgeving die zegt dat die lampen altijd moeten blijven functioneren. Want dat is natuurlijk veiligheid, hè, voor de luchtvaart. Ja. Nou, zo'n noodstroomvoorziening zorgt er dan voor dat die signaleringsverlichting altijd blijft branden. Dus dat is wat wij doen. En die maken we met hele grote aantallen, 700, 800 per jaar. Maar dat is ook internationaal. Dit is een besturingssysteem wat is ontworpen en geproduceerd wordt voor een machine die verpakkingen produceert. Judith, dan sta jij bij zo'n kast. Ja. Ja, dan ben ik toch wel heel benieuwd wat er als vrouw voor gevoel bij jou door je heen gaat. Ja, nou ja, ik ben trots. Ik heb geen technische achtergrond. Maar, want wat is jouw achtergrond? Ik heb een bedrijfskundige achtergrond, dus ik mag op het centje passen in de organisatie. Dat is heel belangrijk. En de procesoptimalisatie, daar ben ik heel erg actief in. Dus dat is dat schoonhouden bijvoorbeeld, dat vind ik heel belangrijk. Maar dit is wel, het is gewoon heel mooi om iets te maken wat het hart van de machine is. Want je kunt nog zulke prachtige machines en boten en treinen ontwikkelen. Maar als er geen besturing in zit, dan doet het gewoon niks. Dus het is gewoon wel heel mooi om daar onderdeel van te zijn. Wij stellen de vraag aan alle ondernemers, wat zitten jullie om? Met 2 BV's samen zitten we net onder de 6 miljoen. In onze industrie is het ook zo dat klanten zijn heel trouw. Omdat we natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van die machine maken. Ja. Ik heb echt klanten van het eerste uur nog. Maar het is ook een bedreiging, want klanten zijn bij andere leveranciers ook trouw. Dus je moet echt wel je best doen en ergens onderscheidend in zijn. Maar hoe maak je het dan interessant voor klanten om naar jou toe te komen? Nou ja, wat je zegt, het ziet er natuurlijk heel erg netjes opgeruimd en daarmee onder controle uit. Dat schept heel veel vertrouwen. Dat vind ik al wel heel belangrijk. Ja, er heerst hier een soort sereniteit in combinatie met rust. Oké. Okay. Dat klinkt misschien wat overdreven. We beginnen met yoga. Ja. Nee, dat klinkt misschien wat overdreven, maar ik ben nog nooit zeg maar in een, plat gezegd, in een fabriek geweest waar dit de uitstraling is. Ja. Nou, dat is dan in ieder geval onderscheidend. Ja. Die kant mogen wij niet filmen. Oh, wat zit hier achter dan? Hier wordt wat gemaakt voor de scheepvaart. En daar hebben we in principe een NDA voor getekend. Dus daar mogen we niet over naar buiten treden. Een NDA betekent een soort geheimhoudingsverklaring. Ja, een geheimhoudingsverklaring. Dus vandaar niet fotograferen. Helder. Zo. De missie is ook om de maakindustrie in Nederland te houden. Ja. Er is natuurlijk een hele uitstroom gegaan naar lage lonenlanden. In de tijd dat de lonen nog enorm uit elkaar liepen. Daar komen mensen wel van terug. Het is heel praktisch om ook dingen dicht bij de deur te hebben. En we kunnen hier in Nederland heel efficiënt produceren. Dus dat is echt iets waar wij voorop lopen. Maar kun jij de concurrentie daarmee aangaan met de laaglonen landen? Want het kost hier natuurlijk meer om het te fabriceren. Of verdien je dan wel die efficiëntie terug? Nou ja, dat is het. Dat is enerzijds door te zorgen dat het lean inkoopt. Is het, hè? Dat het allemaal gebruikt op het moment dat het ook echt nodig is. Ja. Anderzijds is ook digitalisering daarvan wel een groot onderdeel. Dus wat is jouw missie voor 2020? Dat we hier een digitale fabriek hebben staan. Dus veel meer processen geautomatiseerd. En dat bestaat al. Alleen het is in de paneelbouwwereld nog niet heel erg veel gebruikt. Ik vind het
het hier echt heel schoon. Ja, fijn hè. Zie je ooit personeel met stofzuiger in de hand? Ja. Zo schoon is het hier. Ja, dit is eigenlijk het eerste onderdeel van die automatisering waar ik het over had. En voorheen moet je voorstellen, is een monteur die krijgt een tekeningsschema. En dan kwam er een materiaal, een kast met een plaat erin. En die ging dat uittekenen met schilderstape erop. En dan, zo ging het echt tot 4 jaar geleden gewoon. Oh, sterker ja? nog, ik denk bij 80% van de beeldbouwers gebeurt het nog steeds zo. Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nou, dit is in principe een machine die wordt aangestuurd vanaf die elektrische tekening. En die maakt dan het gatenpatroon waar uiteindelijk de component op geplaatst wordt. Dus dat is wat we mechanisch doen. Want hoe moeilijk is het om aan personeel te komen in deze branche? Ja, erg moeilijk. Ja? Ja. Ja, en dat is ook door dan dingen te gaan automatiseren en digitaliseren, hak je in principe je proces in blokjes en heb je voor elk type werk andere mensen nodig. En dan kun je misschien wat laaggeschoolde mensen inzetten, hè, die alleen een machine gaan bedienen. En je gebruikt je echte hele vakbekwame elektrotechneuten nog voor testen. Dus dat is wel waar we naartoe gaan. Is het ook een beetje een noodgreep dan om hier vaart achter te zetten? Ja, het is een noodgreep. Maar het heeft ook consequenties voor de efficiëntie, voor de kwaliteit, hè, de kwaliteitscontrole. En het is ook een antwoord op de lage lonen in het buitenland. Dus we zullen wel moeten. Ja. Ja, dankjewel. Judith, je bent in 1993 samen met je vader dit bedrijf gestart. Ja, dat is correct. Hoe kwam je erop om met je vader een bedrijf te beginnen? Ja, nou, mijn vader had een ander bedrijf. Dus die was directeur van een installatiebedrijf. Okay. En die had een vraag van een klant of ze kabelassemblages, of die dat kon gaan doen. Maar hij dacht van, dan kan ik mijn monteurs laten doen, want die zijn, die hebben het gewoon niet druk, hè, weet je, de bouw lag op zijn gat. Dus toen belde hij me. Wat vind je ervan? Want ik wil het wel graag. Ik zie het wel zitten. Zie jij het ook zitten om daar iets in te gaan doen? Ja, zo simpel is het eigenlijk gegaan. Ik ben eerst zelf naar de eerste klant gegaan. Oh ja? En toen heb ik daar echt op de productievloer gewoon kabels zitten maken. Wat ga ik in godsnaam verkopen? Nou, dat heb ik toen geleerd. En toen zijn we van slag aan de start gegaan. Hoe oud was je toen? Hoe oud was ik toen? Ja, dan moet ik ze natuurlijk snel rekenen. Dan weet u gelijk een hele hoop van me. 51 nou, toch? 52. Ja. Ik was toen 26. Ik kan me voorstellen dat heel veel dochters gezegd zouden hebben, ja pa, hartstikke leuk idee, maar kabels, kom aan. Ja, nou weet je, ik zat al wel bij een technisch bedrijf. Ik vond de maakindustrie toen al wel boeiend. Ik werkte bij een bedrijf die maakt data-acquisitieapparatuur en dat ging naar NASA, naar ESTEC. Dat vond ik echt hartstikke spannend. Ja. Dus ik vond die industrie stoer en ondernemen. Weet je, ik zou altijd weer gaan ondernemen. Dat zit er echt wel in mij. Ik moet gewoon ondernemen. Dat is wel. Want wat voor type misschien mens is dan de ondernemer in jouw ogen? Misschien wel een beetje eigenwijs. En ook een beetje vies van bovenliggende regeltjes. En dingen die opgelegd worden is altijd lastig. Dus iemand die vrij kan denken en ook een beetje snel. Weet je, dat is nog wel ook gelijk mijn valkuil. Dat ik dan dingen bedenk en dan wil ik het liefst een half uur later aan de slag. Maar ja, je moet wel zorgen dat iedereen meegaat natuurlijk. Ja, maar je doet het wel goed. Je bedrijf doet het ook hartstikke goed. Ja, dus ook wel dit geweest natuurlijk. Ja? We hebben ook al crisis gehad. Vroeg in de crisis, in 2007, hadden wij er al wel last van. In 2009 waren we er al weer uit. Maar ook daar wel strategische andere keuzes gemaakt. Dus we hebben echt wel gefocust. We gaan nu op een niche. We gaan besturingssystemen bouwen. Daar moeten we gewoon de beste van Nederland in worden, om even ambities te noemen. En ja, dat is wat we doen. Dus we gaan al die randdingen gaan we gewoon niet meer doen. Sorry klanten, maar daar stoppen we mee. Is dat dan de redding geweest van Vekel? Dat is wel uiteindelijk, het moet echt anders. Je moet jezelf opnieuw uitvinden. Ja. En dat is ook wel wat je denk als ondernemer onderscheidend maakt. Dat je moet dus in staat zijn om jezelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Je kunt niet maar 45 jaar hetzelfde doen. Nou, hier hebben we ook nog productiecelletjes, zo noemen we dat. We doen nog van ouds en wat kleine halffabrikaten. Want jij hebt natuurlijk ook nog de award gekregen van Brabants Beste. Ja. Maar die krijg je niet zomaar, hè? Ja, blijkbaar. Ik weet niet, ik werd gebeld of ik genomineerd was. Het gaat over sociale innovatie, innovatieve bedrijfsvoering en inclusieve werkgeverschap. Mm-hmm. Dus het heeft ook te maken met de manier waarop je met personeel bijvoorbeeld omgaat. Want hoe doe jij dat? Netjes, denk ik. Ik vind het wel belangrijk om mensen een kans te geven. En ik kijk niet zozeer naar cv. Ja, dat betekent dat ik vooral met iemand aan tafel zit en denk van, hoe gemotiveerd ben je? Ik heb bijvoorbeeld een jongen die is planoloog eigenlijk afgestudeerd. Oh ja? Dus dan weet je dat je in een traject van scholing ingaat. Maar ja, weet je, als iemand de keuze maakt om iets anders te gaan doen, hoe gemotiveerd kun je zijn? Ja. En het is ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook daar. Die neem jij ook op? Ja, absoluut. Ja. Maar waar zit jij? Nou, deze kant op. Ja, ze hebben een compagnon. Hi, Aangenaam. Jullie kunnen het samen wel vinden, begrijp ik. Zeker.
Heel goed. Al 18 jaar. Ja. 18 jaar? 18 jaar. Dat is een soort van huwelijk. Nou. Meer dan? Maar waarin vullen jullie elkaar zo goed aan dan? Judith realiseert wat ik bedenk. Niek is ook wel visionair, dus die kan op strategisch niveau goed denken. En we maken samen de plannen voor de toekomst. En ik ben heel erg in staat om dat praktisch uit te voeren of uit te laten voeren of hoe dat dan ook uitkomt. Ja, met de dromer en de muur. Zo is dat. Sportief. Ja, fijn hoor. Heb je of een slechte rug of je vindt het fijn om staan te werken? Ik heb allebei. Allebei? Ja, het is begonnen met toch een rugklachten, maar dit is wel echt heel fijn. Ja. Nou, is het bijna lunchtijd? Doe je dat hier? Nee, op donderdag ga ik al naar huis, want dan is mijn man thuis. Een dame die van mooie auto's houdt. Vind ik altijd leuk, hè? Hoi, schat. Nou, dat is hem. Wat een ontvangst. Ik zag jullie voorbij de raam komen. Echt, hè? Ik denk... Diva show. Ik weet niet hoe het gaat. Nee, maar welkom in mijn leven. En toch, hè? Toch ben je getrouwd vorig jaar. Ja. Echt ongelooflijk, hè? Ja? Nou, zeg. Wat doet Frank? Frank is in de sport, die is golf. Golfleraar en... En je geeft een personal training. Ja. Dat is heel sportief. Ja. Ik zit in de sport. Maar wat is zo leuk aan Judith? Ja, Judith heeft charisma. Judith is Judith. Is verzorgend, lief, knuffelig, maar toch ja, heel stijlvol en vrouwelijk. Ja. En een echte powervrouw. Wij zijn altijd erg trots, zeker als we Brabantse dames vinden die het ontzettend goed doen in de business. En daar is zij natuurlijk ook Maar dat is wel heel erg leuk dat ze in de business een powervrouw is. Ja. Maar thuis eigenlijk niet. Nee? Dan komt er een heel zachtaardig type tevoorschijn. Nou, zachtaardig wil ik niet zeggen, maar, hè? Maar het is wel heel compleet anders. Ja. Ja? En dat is wel heel erg leuk. Het is ook wel lekker om gewoon thuis te vragen voor Frank, we zullen eten en dat hij dan kiest. En dat we, hè, of we zelf iets bedenkt van, goh, we gaan de stad in. Of, ja, het is heel lekker om gewoon af en toe ook gewoon relaxed jullie te zijn. En waarom viel je als een blok voor Frank? Ja. Dat zie je. Ja. Dat is een beetje raar als ik dat met je kies van dit. Ja, leuk, hij is ontzettend enthousiast, heel positief en hij heeft heel veel energie. En ik heb ook veel energie, maar dit is echt nog next level. Oh ja? Maar dat is wel heel leuk. Want zijn er ook nog kinderen? Ja, heel veel. Ik heb uit een vorige huwelijk heb ik twee jongens. Ja? Van hoe oud? 27 en 24. En Frank heeft een zoon en een dochter. Die zal je vanmiddag misschien nog zien als je hier nog komt. Ja, want we komen straks even terug. Wat gaan we doen dan? Ja, we zouden toch hardlopen? Oh, echt hè? Ja. Ik hoorde dat jij ze leuk vond. Ik ben helemaal hardlopen. Nou, ik ben echt best wel sportief en ik hou echt van sporten. Maar hardlopen, jongens, dat vind ik echt dramatisch. Ik lust wel graag iets Maar ik zie dat Frank goed kan koken. Ach, zo ongelooflijk. Nou, lekker. Toen moest ik nog doosjes gaan kopen om het in te doen. Maar ja, het is gelukt. Het ziet er heel goed uit. Gaan we naar sperren of gezond? Asperge? Ja, ze gaan met een bing gaan met een asperge erop. Nou, dat mag. Een beetje bijzonder asperges in november, hè? Dat... Nou ja, jij sport natuurlijk veel. Let je dan ook veel op je voeding? Ja. Ja? Ja, heel erg. Heel erg. Bijna hysterisch. Bijna hysterisch? Nee. Omdat? Omdat het belangrijk is om gezond te zijn. En ik wil ook vooral niet dik worden, dus op ijdel. Mm-hmm. En dat eigenlijk, die twee. Ja, ik kan ook echt gezond eten. Dat vind ik nog wel het allerbelangrijkste. Dus geen pakjes, zakjes en... Ja. Nou, wat is een bliksembezoekje? Nou, was hartstikke gezellig. Dankjewel, dan komen we straks terug. Ja, dat is wel. Gaat. Maar eerst naar de kindjes, hè? Eerst naar de kindjes, ja, leuk. Kinderen enthousiasmeren om in de techniek te gaan. Ja, zeker. En ook uit te leggen wat het is. Want daar begint het volgens mij bij. Ja? De ondernemer naait eruit. Kom maar nou. Schat me wel meteen heel hoog in, hè? Dat ik na één keer rijden door Maden wel snap waar alles ligt. We zitten bij het verkeerde bedrijf, Annemarie. Ja, kijk, daar staat hij wel hier. Dat lukt dus niet. Ik heb niet gezegd hoe we er kwamen. Ik zei dat we er kwamen. Nou, we zijn er. Hoppa. Jongen, ja, zeg. Sorry. 2 uur later. Ja, hallo, fijn dat jullie er zijn. Ja, dank je. Maar ik dacht, ik was hier en ik oh, jullie reden achter me aan natuurlijk. Ja. Sorry. Ja, dat is toch gelukt? Ja. Al die ondernemers, ze hebben altijd haast. Zijn de kindjes er al? Nee, nog niet. Nog 5 minuten, denk ik. Leuk dat jullie naar mijn bedrijf willen komen. En ik hoop dat jullie techniek straks superleuk gaan vinden. Want dat is natuurlijk waar je nu bent. We hebben een technisch bedrijf. Ik ga een rondje lopen. Dan zal ik een beetje vertellen wat je allemaal ziet. Wat we hier aan het maken zijn. En dan ga je aan het eind zelf nog iets maken. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden.
Dames, kom snel naar voren. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik vond dat mijn meisjes voor techniek kiezen. De techniek is hartstikke leuk. Dan gaan we naar de techniek. Jeetje, wat ben jij fanatiek. Ja, het is heel belangrijk. Ik vind het ook super leuk, want je vertelt kinderen ook echt iets waar ze echt geen notie van hebben. En hun ouders vaak ook niet. Je kunt ze helemaal niet kwalijk nemen. Maar zie jij dit allemaal als potentieel techneut? Tuurlijk, ik zie iedereen als potentieel techneut. Je moet dat zaadje planten op deze leeftijd om dan er over een jaar en nog een jaar later en nog een jaar later weer op terug te komen. En als mensen niet weten wat het voor is, dan weet je ook niet dat je die keuze kunt maken. Ja. Ik heb net die presentatie gegeven en dan heb ik zo'n prachtige bestuurskast waarvan ik ook begrijp dat echt niemand dat boeiend vindt. Ja, maar als je dan ermee aan de slag gaat. Nou ja, plus ik ook vertel dat het bedoeld is om de beveiliging van de Eiffeltoren te realiseren. Weet je, dan krijgt het ook een beeld. En volgens mij ligt daar de oplossing om die beeldvorming rondom technische mogelijke beroepen beter op de kaart te zetten. Heb je ook stalen zenuwen? Nou, niet, maar we kunnen het proberen. Ja. Ik heb nog niet aangezet volgens mij. Oh, maar dat is prima. Nou, ik heb nog niks aangeraakt. De eerste was voor spek en bonen. Nee, die was echt kort. Ik word bloedfanatiek met spelletjes, dat weten jullie inmiddels. Nou, jij mag. Ja, dat klinkt heel flauw dit, hè? Ik kan dat niet zo goed tegen, dat weet je toch? Oh, je gaat hem ook nog even een tandje sneller doen. Geef haar ook even een tik dan. Techniek is gewoon echt heel leuk. Zo, we hebben het gedaan. Yes. Hey dames. Ja. Wat heb je gemaakt? Ik heb die gemaakt. En jij die? En waarom? Jullie zijn die van elkaar aan het doen? Ja. En van het testen. Dan werken ze goed. Ja. Ja? En wat hebben jullie geleerd vandaag? Alles. Yeah. Hoe je, ja, we hebben een rondleiding gekregen en ik vond het heel leuk. Ja, vond je het heel leuk? Ja. Nu weet ik ook veel meer van techniek en vind ik het wel heel leuk. Ja, hè? Want techniek is eigenlijk helemaal niet zo saai dus. Nee. Nee. Nou, ik zeg. Ik zeg missie geslaagd. Hey, tot ziens. Dankjewel. Ja, super. Tot de volgende keer. Echt heel leuk. Ja. Zo, let's go. Ben jij een workaholic? Nou, dat denk ik niet. Ik werk wel veel en ik ben er ook altijd mee bezig. Het is altijd wel in mijn hoofd. Ik zie en lees ook in het weekend van alles en denk, oh, daar moet ik wat mee en dat wil ik. Maar ik kan ook heel goed ontspannen. Maar je neemt dat dan niet mee naar huis? Nou, als het echt zorgwekkend is, dan neem ik het wel mee naar huis. Dus grote problemen, we hebben natuurlijk echt een crisis meegemaakt. En dat is heftig. Dat is echt pittig. Weet Want hoe diep ging dat? Ja, dat ging even kijken van 50 medewerkers naar 15. Poeh. Dus dat was pittig. Ja, want dat zijn wel dingen waar je dan van wakker ligt. Want er is geen enkele ondernemer die dat soort beslissingen wil nemen. Hè? Soms is het harde keuzes maken in ondernemersland. Ja, absoluut. Absoluut. Gaan we er dan nu uitrennen? We gaan er nu uitrennen. Ready. Yes. We kunnen. Ja, normaal 3 kwartier. Ja. Oké, let's go. Je kunt wel zien wie de hardloopster is hier, hè? Jij bent nog wel fit, hoor, voor je 52. Nee, wrijf het maar in. Vind je dat erg? Nee. Nou ja, weet je, het is wel een dingetje. Ik vind het wel over de 50. Ja, vind je het dingetje? 50 worden wel, poeh. Maar ben je er ijdel in? Vind je het erger om je lijf en je gezicht en alles ouder te zien worden? Ja, nou dat. En pensioen bijvoorbeeld. Nooit over nagedacht. En nu wel? Nou ja, je zult ook wel moeten, hè. Ja. Dat wordt weer laat. Maar als je in de toekomst mag kijken, wat dan? Dan blijf ik lekker fit. En ga ik langzaamaan wel wat minder werken. Dat zou ik wel heel graag willen. Ja? Met Frank en ik gewoon samen heel veel leuke dingen kunnen gaan doen. En een jaar of 10 nog. Dit bedrijf. En dan moet verkopen? Klaar zijn. Ja. Ja. Geen kinderen die iets willen overnemen? Ja, ik wist je dat zou gaan vragen. Vooralsnog niet. Dus... Oké. Okay. Ik kan nu een oproep doen. Ja. Tijn, Sam, als je nog interesse hebt, moet je het nu laten weten. Nou, hoe vond je het vandaag? Ja, ik vond het superleuk. Leuk dat je geweest bent. En leuke opnames gemaakt met de kinderen erbij. Daar was ik wel heel blij omdat dat kon. Ja, hè? Dus een leuke dag. Ja, zeker. Mooi. Nou, dit was hem weer. De 9e I Am Booming. Doei! En als je nou net als ik net iets meer houdt van fietsen dan van hardlopen, dan moet je even blijven zitten. Want in Booming Brabant gaan we kijken bij Pilot Cycles. En daar kun je zelf je eigen unieke fiets ontwerpen. Nou, in de tussentijd volg je ons natuurlijk gewoon op Facebook, Instagram en op mijn YouTube kanaal. Tot volgende week!
Dit is Pilot Cycles. Dit zijn onze titanium fietsframes. 6 jaar geleden is ons bedrijf hiermee begonnen. En hebben we een mooi internationaal merk neer weten te zetten. Waarbij we dus ontwikkeling en productie uitvoeren van titanium fietsen. Waarbij we dus standaard modellen verkopen, maar tevens een maatwerkconcept hebben. Dus of het een vakantiefiets is, is het een mountainbike, is het een racefiets. Al die fietsen hebben hun eigen eigenschappen natuurlijk. En wij zijn in staat om dus de buizen, alle hoeken van de buizen aan te passen op wens van de rijder. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive, get it up. Send your body to fly. Heerlijk. Fijne fiets om in de modder te spelen. Goed excuus om als volwassen man met de modder te spelen. Eigenlijk heb ik alles van de banden tot aan de lagers in mijn bracket zelf samengesteld. Dus ja, hoe ik het wil hebben. En ja, daar voelt het gewoon als een schoen die lekker zit. Dat heb ik nodig op de fiets. Zelfvertrouwen. Uiteindelijk is het begonnen nadat ik 9 jaar een fietsenwinkel heb gehad in Eindhoven. Waarbij ik vaak tegen het punt aanliep dat bij de klant bijzondere onderdelen gemonteerd moesten worden om een type fiets toch op de juiste maat voor de rijder te kunnen verkopen. Alle wielen worden met de hand gebouwd. Dat betekent dat iedere spaak handmatig wordt geassembleerd om het tot een compleet wiel te vormen. Daarnaast hebben we de finish van het product, dus de afwerking van onze fietsframes, wordt hier in huis gedaan. Bij het ontwikkelen van de onderdelen doen we zelf 3D-printen in huis. Op die manier kunnen we dingen op ware grootte eerst printen voordat we het laten maken. Productie van onderdelen kost altijd veel geld en zo zie je hier bijvoorbeeld voor en na 3D geprint in plastic en gemaakt in aluminium. Jij ontwerpt het ook zelf? Ja. De ideeën komen van mij. De uiteindelijke tolerantiebepaling, daar hebben we een specialist voor in huis. Eens per jaar hebben we ook een afstudeerder hier, een industrieel ontwerper. En die kan lekker losgaan met nieuwe ideeën. Go! Go! Ik ben dit bedrijf gestart met Pieter van der Marel. Na 6 jaar zijn wij gefuseerd met het merk OHR Cycling. Waarmee we nu samen ook in een nieuw pand zijn getrokken. Om alles nu onder één dak uit te kunnen voeren. En daar zijn we nu dus? Daar zijn we nu, ja. Welkom. Hoe lang zitten jullie hier? Wij zitten nu 10 dagen op deze locatie, dus het is allemaal nog vers. Dit zijn ook wel gave banden van die dikke. Ja, zeer geschikt voor lange afstand fietsen, voor meerdaagse en wordt dan vaak ook gebruikt voor fietsvakanties en dergelijke. Hè. Dus de off-road vakantiefiets wordt gezien. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon voor het leuke crossen door de Hollandse bossen of België op de Alpen waar je naartoe wil. Ja. Ik ga er helemaal van lachen. Wat is jouw favoriete? Ja, ik vind dit heel leuk. Ja, dus off-road, mountainbiking, dat is wel waar mijn hart eigenlijk ligt. Daar is ook eigenlijk het bedrijf ontstaan. De eerste 2 pilots die geproduceerd zijn, waren dan ook mountainbikes. Go!